Ik val terug op mijn, jongens, mijn jongensjaren. 6, 7, 8 jaar. 9 jaar in Coronië ben ik opgevoed. En dan zie ik die beelden van de natuur. Ik zie die vogels. Ik hoor ze fluiten. Ik zie het water. Ik zie de pankoekoebladeren. Dat stukje natuur heb ik behouden. En ik kan niet anders dan de natuur om me heen hebben. SCF is een natuurlijke uitkomst van de samenwerking tussen CI, Conservation International Washington, Conservation International Suriname en de samenwerking tussen de regering van Suriname en Conservation International. Dat resultaat heeft vorm gekregen in de Suriname Conservation Foundation. Bij een van de hoogtepunten van dat project was de opvolger van die president ook aanwezig. Dus eigenlijk mogen we blij zijn dat twee opeenvolgende presidenten in Suriname hebben gewerkt aan de opzet, de ondersteuning van SCF. En bovendien moet ik ook nog vertellen dat wat de financiering betreft, de regering van Suriname heeft bijgedragen aan de fondsvorming van SCF. En dat was onder het bestuur van president Venetiaan. En daarom zijn we heel gelukkig met die samenwerking. Er is geen enkel conflict moment. Het was een erkenning van de juistheid van het ontstaan van SCF. De trots van Suriname die erkenning kreeg dat er zo'n groot oppervlak van het grondgebied van Suriname bedekt was met tropisch regenwoud. Dat gaf ons erg veel trots. We waren heel, heel erg blij met die erkenning. De grootste uitdaging, dat heeft meer te maken met de projecten die wij binnen moeten krijgen. En het feit dat de beschermde gebieden nog niet die aandacht krijgen waarvan wij zouden willen dat dat gebeurt. Waarom ook? De Suriname Conservation Foundation is opgericht met als doel om de biodiversiteit in zijn algemeenheid te beschermen, te bewaren, te behouden. Maar ook de beschermde gebieden aandacht te geven. En ik weet niet of het bekend is, maar Suriname heeft al vanaf 1954 wetgeving betreffende natuurbescherming. Dus wij zijn eigenlijk een van de eerste landen, zou je kunnen zeggen, die zich met natuurbescherming heeft beziggehouden. En de Suriname Conservation Foundation is als financieringsmechanisme opgericht om zich speciaal op dat doel te richten. Als men die koppeling ziet tussen de creatie van het Centraal Suriname Natuurreservaat en het ontstaan van de Suriname Conservation Foundation, ze liggen in elkaars verlengde, zou je niet anders verwachten dan dat men met enthousiasme kennis zou nemen van SCF en de verschillende projecten die SCF eigenlijk heeft. Wij proberen natuurlijk vanuit onze kant met zowel stakeholders, individuen, als met de overheid samen te werken om het doel dat wij hebben als organisatie gerealiseerd te zien. De Suriname Conservation Foundation probeert met haar doelstellingen milieubescherming in zijn algemeenheid in Suriname te kunnen waarborgen. En daarnaast kijken we ook met belangstelling uit, met name naar de beschermde gebieden van Suriname. En verder is ook van belang behoud en bescherming van de biodiversiteit in zijn totaliteit. De natuur is er om te voorzien in een aantal behoeften die wij als mens hebben. Het zij voeding, het zij kleding, gezondheid, een goede gezondheid. We weten allemaal dat als je een tijdje lang hebt ingezet, hard hebt gewerkt, is er een moment waarop je zegt van, ik wil een beetje buiten de stad gaan.
een beetje in de natuur van Suriname. En dat hebben wij in dit land. Weet je, dat zijn dingen die je moet koesteren als natie. Zo ook met de natuur. Is het een recht van de toekomstige generatie dat ze op dezelfde manier zoals wij deelgenoot zijn geweest van de natuur, hebben kunnen genieten van de natuur, dat ze ook in staat worden gesteld daartoe. Dat vind ik echt het belangrijkste. Maar behalve dat, je kan er dus veel verder mee gaan ook, want we kijken bijvoorbeeld naar een land als Costa Rica, dat een hele business heeft gemaakt van zijn natuurbescherming. Dat is het doel waar we voor gaan, weet je. Dat Suriname economisch gewin kan hebben uit haar natuur, tegelijkertijd dat het behouden en beschermd blijft en goed gebruikt wordt, duurzaam gebruikt wordt. Niet alleen voor nu, maar voor de jaren na ons. Het probleem is dat we onvoldoende letten op het verdwijnen van het oerwoud. Bomen worden omgehakt, worden verkocht, illegaal en noem maar op. Iedereen kent die verhalen. En het is dan verschrikkelijk jammer wanneer een boom wordt omgehakt, vernietigd, de natuur vernietigd, nog voordat je weet waar die medicijn goed voor is. De kennis van het weten dat we een groot deel van de waarde van Suriname, de schatten van Suriname, dat we dat vernietigen, kan je nooit prettig stemmen. Dus daar ligt eigenlijk de opvoeding. Ongeacht waar je woont, wie je bent, de natuur waarderen. Omdat de wereld steeds meer en meer en meer gaat verlangen naar natuur. Je moet geen speciale studie hoeven te doen. Je moet niet universitair geschoold zijn om te beseffen namelijk dat de natuur verschrikkelijk belangrijk is. Als je bedenkt dat Europa voor het algemeen geen primair bossen heeft. Nederland, Duitsland, allemaal, maar geen primair bos. Ze hebben maar 1-2% primair bos. Dat wil zeggen, bos zoals God het heeft gemaakt, zoals wij dat hebben. Je komt wel op een dunne lijn waarbij je zegt van ja, natuurbehoud, economische ontwikkeling. Hoe doe je dat? Weet je, het is uitdagend natuurlijk voor de overheid om te zeggen van oké, ik bescherm zoveel van mijn grondgebied en het andere deel gebruik ik om economische activiteiten te ontplooien. En dat heeft de overheid ook gedaan, toch? Want we hebben bijna 14% van ons grondgebied is beschermd gebied. Het andere deel mag benut worden voor bewoning, voor industriële activiteiten, visserij, landbouw, noem maar op. Maar dat deel dat beschermd moet worden, dat wordt nog niet optimaal gedaan. En als SCF willen wij toch daar verandering in zien. En met de projecten die we binnenkrijgen van individuele mensen, maar met name ook van de overheid, willen we dus wel dat doel bereiken. De Suriname Conservation Foundation is de enige Surinaamse milieuorganisatie. En we financieren projecten die in lijn zijn met onze doelstellingen. De procedure voor een projectaanvraag is dat de aanvrager in eerste instantie heel goed moet nagaan als het projectidee in lijn is met de SCF-doelstellingen. Dat kunnen ze het beste doen door even op onze website te gaan en na te gaan als hun projectidee voldoet aan onze doelstellingen. Zijn ze niet zo vaardig met het internet, kunnen ze ook nog gebruik maken van de traditionele manier. Gewoon even een belletje plegen en het secretariaat brengt ze wel in contact met mijn persoon, dus de Program Management Unit. Er gaat een traject dan vooraf voordat we komen tot een besluit als een project wordt goed of afgekeurd. We gaan samen na als de formuleringen correct zijn. Is de doelstelling van het project goed omschreven? Zijn de activiteiten duidelijk omschreven? Is de begroting correct weergeven? Is het team duidelijk omschreven? Het team dat gaat zorgen voor de uitvoering van het project. Zijn de indicatoren van succes
voor ons heel belangrijk. Zijn die duidelijk geïdentificeerd en zijn die in lijn met de indicatoren van succes die SCF wil, terug wil zien. Dus dat is een stukje begeleiding die tijdens, dus voor de officiële aanvraag, plaatsvindt. Nadat we beide tevreden zijn over het document, wordt dan geadviseerd dat het document officieel wordt ingediend op het secretariaat. We gaan dan na, als alles is ingediend, want we hebben een handleiding, de SCF handleiding voor aanvraag van financiering. Daarin is duidelijk aangegeven wat de voorwaarden zijn voor financiering, maar ook nog welke documenten meegestuurd moeten worden bij de aanvraag. Dus wij doen dan de eerste screening, de Program Management Unit. Zijn alle documenten ontvangen? Is het document compleet? En als we dat hebben gedaan, dan gaan we eigenlijk alvast een pre-advies opmaken. Wanneer dat is gedaan, dan gaat er in een stafvergadering, wordt dit concept pre-advies besproken met de executive director, de finance officer, de operations manager. Die mensen worden dan ook in staat gesteld om hun inzichten te delen. Om eigenlijk ervoor te kunnen zorg dragen dat we een zo compleet mogelijk dossier hebben. Wanneer dat gedeelte is afgerond en iedereen is happy en tevreden over de aanvraag, dan wordt de aanvraag aangeboden aan het bestuur, het SCF-bestuur, die tijdens een bestuursvergadering dan een besluit neemt over al dan niet goed of afkeuren van zo'n projectaanvraag. De projecten die moeten ontworpen worden en die worden dan ingediend bij ons. En ik denk dat we al heel gauw de projecten met educatieve waarde, met nut, en die worden heel snel herkend door ons bestuur en die worden gefinancierd. So, ik ben Lalita Somwaru, programmamanager bij Stichting Suwama, al 12 jaar vanaf 2010. Nou, Suwama is een stichting en Suwama staat voor Suriname Waste Management. De samenwerking tussen Suwama en Suriname Conservation Foundation begon in 2012. Suriname Conservation Foundation samen met Staatsolie Foundation for Community Development had een idee waarbij ze een awarenessprogramma wilden uitvoeren op de basisscholen in Suriname. Nou, het was pas een idee. En in 2012 hebben ze Stichting Suwama benaderd om dat idee uit te werken in een projectvoorstel. We hebben samen daaraan gewerkt en in 2013 werd dat projectvoorstel goedgekeurd. En dus ook goedgekeurd voor financiering. En we zijn ook in oktober 2013 begonnen met het uitvoeren van dat project. Ja, de Groene School is een project dat we eigenlijk op nationaal niveau hebben uitgevoerd op alle basisscholen in Suriname. En het doel van dat project was om milieuverantwoord gedrag te stimuleren onder onze jongeren. Door ze leren hoe op een milieuverantwoorde manier, op een duurzame manier om te gaan met ons milieu. En dat deden we vooral door, hebben we gedaan door hele praktische lessen te ontwikkelen. Het waren vooral zie- en doe-lessen. Die hebben we ontwikkeld over verschillende milieuonderwerpen, zoals biodiversiteit, afval, schooltuinen. We hebben ook milieubrigadiertjes geïnstalleerd op de verschillende scholen, recycling gepromoot. De scholen werden ook voorzien van batras in samenwerking met Stichting Villa Sapacara. Ze hebben via verschillende kunstenaars batras laten ontwikkelen en daarin konden de kinderen dus op een spelende manier hun petflessen verzamelen. Wel, we hebben gekozen voor jongeren in de tijd, omdat er was een bepaalde een leeftijdscategorie. Zegs jongeren van tussen 10 en 12 jaar oud. Omdat ze nog net genoeg kennis hebben om bepaalde zaken mee te nemen. En je wilt vooral jong beginnen, zodat zij op een duurzame manier verder kunnen. SCF is eigenlijk medefinancierder geweest van de Groene School. Dus het project werd door Suriname Conservation Foundation en Staatsolie Foundation for Community Development gefinancierd. Het idee kwam eigenlijk vanuit Suriname Conservation Foundation en Staatsolie. Dus wij hebben dat uitgewerkt
En de samenwerking begon dus in 2012 al, bij het uitwerken van het voorstel. En in 2013 mochten we overgaan tot uitvoering. Waarom wij ervoor hebben gekozen om met Suriname Conservation Foundation te werken? Wel, er zijn verschillende redenen. De eerste reden is natuurlijk, als je kijkt naar de doelen van beide organisaties, het komt min of meer overeen. We streven dezelfde doelen na. En dat is hoofdzakelijk ons milieu, of de natuur beschermen en behouden. Tweede reden is omdat we hebben aan SCF niet alleen een financieringspartner, maar ook een gedegen sparringspartner. SCF heeft altijd onze projecten ondersteund bij de uitvoering. En de begeleiding vanuit SCF, je hebt een heel professioneel team bij SCF en ze hebben altijd niet alleen gekeken naar oké, hoe kunnen we dit betalen, maar hoe kunnen we dit duurzamer maken. Dus ze hebben altijd helpen meedenken, vandaar dat ik zeg een goede sparringspartner, maar ze hebben ook altijd helpen meedenken aan het verbeteren van projectactiviteiten, maar ook het behalen van duurzame resultaten. Als we een project financieren, is het een investering die we doen en dat die investering een positieve grote impact mag hebben. De impact van SCF op mijn projecten, met name een stukje verduurzaming en zeg het tillen van projectactiviteiten naar een veel hoger niveau. Ik heb het net gehad over de groene school en dat project hebben we vanaf 2013 tot en met 2018 uitgevoerd. Echter zijn we vorig jaar ook begonnen met een ander project. En dat project heet Environmental Awareness door 3D animatie infomercials. En dan merk je dat we, bij de groene school was onze doelgroep beperkt tot jongeren. We wilden milieuverantwoord gedrag stimuleren bij de jongeren. En bij dit project willen we milieuverantwoord gedrag stimuleren bij de gehele bevolking van Suriname. En dat door die pakkende 3D-animaties te ontwikkelen over verschillende milieuonderwerpen. Nou, we zijn eigenlijk aan het prille begin. We zijn nu de scripts aan het uitwerken voor de animaties. En die hebben we tegen eind februari af. En dan worden ze ingediend bij SCF voor goedkeuring. En als SCF de scripts goed bevindt, dan gaan we over tot de productie. Leuk van de samenwerking met SCF is dat, zoals ik net aangaf, we werken steeds aan het verbeteren van onze projecten en onze activiteiten. Er valt altijd een evaluatie bij het afronden van een project. Waarbij we kijken naar, oké, hoe kunnen we dit naar een hoger niveau tillen qua kwaliteit, qua targetgroep. Dus we blijven continu verbeteren. Verduurzamen. Naast het financieren van projecten biedt SCF ook gevraagd en ongevraagd adviezen brengen we uit of ondersteunen we de overheid in het formuleren van beleidsadviezen voor het instand houden van het milieu. Binnen SCF zijn we ons ten volle ervan bewust dat onze belangrijkste partner de Surinaamse overheid is. Dus het is ook goed om erbij te vermelden hoor. Dat wij met de 14 grootste ondernemingen in Suriname een partnerschap hebben. Dat is het Suriname Conservation Foundation Green Partnership. En in dat partnerschap proberen wij dus zoveel als mogelijk met de bedrijven op één lijn te komen wanneer het gaat om natuurbescherming, maar ook wanneer het gaat om het vergroenen van hun bedrijfsvoering. En wij denken zelfs dat met dit partnerschap de stimulans voor een groene economie gegeven kan worden. Waardoor de overheid daarin dus ook mogelijkheden ziet om de groene economie op te pakken. We hebben inderdaad een aantal plannen. Een van de plannen waarmee we al bezig zijn is om te komen tot een strategie voor mangroven. In principe is dat in concept reeds en we zijn dus bezig met de finalisering van dat proces. Waren mangroven? Mangroven maakt een integraal deel uit van de bossen. En we weten dat mangroven bij uitstek de buffer vormen voor onder andere tsunamis. Dus wij hebben gemeend als SCF om een inventarisatie te laten doen van al de projecten die gericht waren op mangroven. Wat wij hebben gezien is dat uit de verschillende projecten
er voorstellen gekomen zijn, maar dat de meeste voorstellen nog niet ten uitvoer gebracht zijn. En wij willen dat als SCF gaan oppakken. Dus hebben wij gemeend om een mangrovenstrategie te maken, welke natuurlijk ook aan de overheid aangeboden zal worden, zodat de overheid ook kan zien waar de gaps zitten en op basis daarvan beleid kan formuleren. Een ander plan dat we hebben is om een website op te zetten waarbij milieuwetgeving en natuurwetgeving beschikbaar zullen zijn. Het is voor de totale samenleving, of zal voor de totale samenleving toegankelijk zijn. Maar ik denk dat met name jongeren daar heel veel aan zullen hebben, omdat het voor hun studie van belang zal zijn. Maar ook internationale organisaties die willen weten welke milieuverdragen heeft Suriname geratificeerd en welke wetgeving heeft Suriname op basis van die verdragen of op basis van haar eigen beleid in place. Dus ook daarmee komen we als plan. Momenteel hebben we een ander meerjarenproject in uitvoering. Dus dat is een project waarbij wij financiering aanbieden aan de Anton de Kom Universiteit en wel de masteropleiding Sustainable Management in Natural Resources. Eigenlijk meer mensen opleiden die in staat zijn om op wetenschappelijke basis onderzoek te verrichten in natuurgerelateerde onderwerpen. Dus dat is het belangrijkste doel, het creëren, het ontwikkelen, het trainen van professionals die te werk gesteld zullen worden in de sector. Nu is het ook duidelijk dat het doel dat we hebben niet binnen 2, 3, 10, 15 jaar bereikt is, maar dat het een ongoing proces is. Maar we blijven doorgaan omdat we een doel voor ogen hebben. En behalve dat we dat doel voor ogen hebben, we weten dus ook wat het belang is van natuurbescherming, van de natuur voor Suriname, voor de wereld, maar met name voor de mens. Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met de Suriname Conservation Foundation en ik werk al langer dan 10 jaar samen. En ik zou vooral jongere organisaties die een affiniteit hebben voor milieu of ook niet, ook andere onderwerpen zullen welkom zijn, maar ik zou ze vooral stimuleren om een projectvoorstel in te dienen bij Suriname Conservation Foundation. Weet je niet hoe een voorstel uit te schrijven? Ik garandeer je dat SCF altijd opstaat om je te begeleiden. Die begeleiding heb ik in het begin ook gehad. Dus ik zou zeggen, probeer het maar bij SCF. Ik hoop dat de mensen die dan waarschijnlijk de huidige generatie van SCF vervangt, of de mensen die SCF bemensen dan, dat ze hetzelfde enthousiasme hebben, dezelfde drang als wij die SCF hebben opgezet. SCF hoopt dat de natuurbescherming meer aandacht zal genieten en dat wij meer economisch eruit kunnen halen dan wat wij op dit moment doen. Verder is ook van belang dat we goed zorgen voor onze natuur, voor toekomstige generaties. Ik denk dat ook toekomstige generaties dat recht hebben om te kunnen genieten van een goede, gezonde natuur in Suriname. Wat de samenleving kan doen is zich een beetje bewuster worden dat het bos dat we hebben niet gewoon daar staat. Weet je, maar dat het bos er is om ons gezond water te geven, om ons bescherming te bieden, maar ook om ons eigenlijk onze waarde als land te verhogen. Zorg voor de natuur, dan zal de natuur ook voor je zorgen. De natuur heeft ons niet nodig, maar wij hebben de natuur zeker wel nodig. We houden van het land. De meeste mensen, zo niet alle Surinamers, zijn trots op hun land. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat we het mooi en netjes houden. En dat we de waarde ervan gaan leren appreciëren.